Zo. Naar de wasstraat. Want ja, de auto, die is echt heel vies. Ja, is echt vies. Hij heeft een week onder een boom gestaan. Ja, en ik ben 3 weken ook weg geweest, dus... En ik ook een weekie, of 2 weekies. Oh, lekker. Het is alweer een tijd geleden dat we iets hebben opgenomen. Ja. En vandaag is het 4 mei. En 4 mei is dodenherdenking. Morgen is het bevrijdingsdag. Niet vergeten. En... Ik weet dat jullie dit pas later zien, maar... Ja, op het moment dat jullie dit zien is het dat natuurlijk al lang niet meer. Maar... Het is wel een mooi moment om, vind ik altijd... Ik denk dan altijd eventjes aan hoe kan het toch dat er toen zo'n slachting heeft plaatsgevonden. En dat is aan de ene kant komt dat doordat we hier alles registreerden van iedereen. Ja. Dus er was heel makkelijk te achterhalen wie er nou ja, niet voldeed aan het ideaalbeeld. Dat was in het geval van de Tweede Wereldoorlog waren dat Joden. Wie weet wat het volgend jaar is. Ja. Dus ik ben altijd wat huiverig voor die voor registratie van alles. En dit is altijd een goed moment om er even bij stil te staan. Van, is het nou eigenlijk wel allemaal nodig om alles van iedereen altijd maar op te slaan? Ja. En te weten. En van, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Van, waarom zou je dat willen opslaan? Ja, vooral dat is echt een hele belangrijke vraag die je ook moet stellen. Ik probeer mezelf ook te stellen. Om te zien van, ja, waarom zou ik dit zo gratis uitgeven? Waarom zou ik vertellen dat ik dit aan het doen ben, weet je wel? Kijk, en het mooie is, een heleboel mensen die denken nu van, nou, ik vind het heel fijn om dat te delen met mijn ouders, met mijn vrienden, met mijn collega's over Facebook of over Twitter. Maar er zijn ook een heleboel andere gegevens die je weggeeft elke keer als je iets koopt. Ja, ja. Gewoon, hallo, ik ben hier. Of ik ben uit zwemmen geweest met mijn nichtje of wat ook. En dat zijn ook allemaal dingen die door derden worden opgeslagen. Ja. En dat maak je inderdaad... En ook toegankelijk zijn voor overheden. Ja. Want geloof me, en dat is... Welk bedrijf was dat nou? Die had pas geleden gezegd van... Jongens, we kunnen niet anders dan alle gegevens die jij bij ons parkeert... Dat moeten wij afgeven aan de overheid. Nee, dat is niet alleen... Dropbox was dat. Nee, dat is gewoon zo. Ja. Dat moet elk bedrijf... Iedereen die data bewaart. Als in ieder geval de Amerikaanse overheid jou of hun... vraag van geef dat en hun servers staan in Amerika, dan moeten ze dat. Ja. Volgens mij is dat in Nederland ook een beetje zo. In Nederland is het zelfs zo dat internetproviders alles moeten opslaan wat jij hebt. Ja, het gaat over wat gedrag. Wat jij doet. Maar, het gaat over gedrag. Dus we hebben daar niet meer over wat Facebook, zeg maar, dat ze jouw foto's opslaan, maar dat ze weten welke websites jij bezoekt, wat voor vragen jij stelt aan Google, ja. Welke mailtjes jij stuurt aan wie, et cetera, et cetera, et cetera. En dat, dus maar, dat mogelijk nog veel enger. Ja, dan weten ze, alles wordt opgeslagen, maar wat helemaal eng is daaraan, is van, kijk, het is op zich niet eng als je denkt van, de overheid, daar werken allemaal intelligente mensen die voorzichtig omgaan met dit soort informatie. Ja. Maar helaas, er werken niet alleen maar peets bij de overheid. Nou, er werken ook, weet de helft niet. Er werken ook Basilische drop-outs die de AVO niet hebben afgemaakt. En die niks anders konden doen dan een of ander kutbaantje. En dus maar smeren zijn geworden en ik dan iets met internet. Ja. Maar dat soort figuren loopt daar ook rond. En ja, ik zou niet zomaar al mijn data, alles aan iedereen willen toevertrouwen. En sterker nog, er is ook al bekend dat er enorm veel misbruik wordt gemaakt door opsporingsambtenaren. Dat zijn over het algemeen agenten. Ja. Die te pas en te onpas vragen om gegevens in te zien van andere mensen. En daar hoeft dus helemaal geen rechter meer aan te pas te komen. Dus het is geen huiszoeking. Nee. Terwijl er veel meer data natuurlijk in staat in jouw internetgebruik dan wat je in huis kan vinden. Ja. Het is best ernstig. Ja, en er zijn ook bedrijven die voordat je bijvoorbeeld wordt aangenomen vragen of ze
jouw sociale gegevens mogen inzien. Ja, dat is echt helemaal achterlijk. En dan denk je zo van, nou prima, je mag mijn Facebook-account, mag je gewoon... ik word misschien geen vriendjes met je, maar bekijk het maar. Maar dat is echt zo van, nee, we willen jouw wachtwoord hebben. Ja. En als je die niet geeft, nou, dan wil je waarschijnlijk die baan helemaal niet. Of dan heb je wat te verbergen. Nou ja, maar dan wil je inderdaad die baan niet. Ik zou nooit bij zo'n bedrijf gaan werken, stel je voor, zeg. Nee, maar dat is inderdaad een trend in Amerika, ja, is ja. Dat. Dat vind ik echt bizar. Hoe kan je dat nou weer... Waarom willen ze dat eigenlijk? Weet jij dat? Nou ja, ze willen het simpelweg omdat ze bijvoorbeeld het opvragen van legal gegevens, dus wat wij hier brief van goedkeuring noemen, hè, wat je bij je gemeente kan opvragen. Dan kijken ze of je een record hebt. Dat kost allemaal geld. Ja. Er zijn ook allemaal bedrijven die er rijk van willen worden. En dus willen ze het zelf doen en willen ze kijken wat jouw geloofsovertuiging is. En niet zozeer religieus, maar ook bijvoorbeeld van wat voor vlees jij gesneden bent. Nee? Ik vind het echt. En dat is heel erg raar. Het is naar. Het is een beetje de human resource mafia. He, dus waar human resource en het objectificeren legal, van mensen. Ja. En ik denk, dus zodra dat gebeurt, zodra mensen niet meer als mensen worden gezien, maar als hoopjes gegevens met gedrag, ja, dan loopt het echt mis. En dat gevaar is heel erg reëel bij overheden. Maar ook bij hele grote bedrijven. Ja. Nee, juist bij bedrijven, je ziet het nu. Ja. Toevallig ben ik nu een boek aan het lezen over de FBI en over, met name over, met name over Hoover, een van de langzittende directeuren en oprichter van de FBI. Ik geloof dat het Hoover was hoor. Maar die schrijft daar dus, of daar hebben ze het dus over, hoe dat is ontstaan. En dat was destijds, ging het over mensen die uit Rusland kwamen, communisten eigenlijk. Die moesten achterna gezeten worden. En er werd ook heel veel registratie gedaan van welke club ben jij lid. Mensen uit Rusland, mensen die links waren. Precies, ja. Waarvan verdacht werd dat, ja, dat was echt een heksie. En daar werden enorme bestanden van bijgehouden. Echt miljoenen bestanden. En de bedoeling was dan, nou ja goed, destijds was de bedoeling van, nou we willen, zodra de shit hits the fan, willen wij mensen en masse kunnen oppakken. Ja. Dat was het doel. En dat was het defensief gedrag. Maar het is heel erg raar. Heel ik las, naar, ik las naar, een... En die smoesen die worden telkens doorzichtiger. Ik las ergens een tweet of zo. Van dat we... Of een artikel. Het was wel een beetje een... weet het? Nou ja. Er stond iets van... Leven we niet eigenlijk in een maatschappij die Stalin heel graag wilde hebben? Dat hij zo een enorme controle kon uitoefenen? Ja. Eigenlijk is het wel het apparaat wat we hebben neergezet, is het apparaat wat Stalin wilde hebben. Ja, en dat is iets wat wij ook moeten realiseren. Is dat misschien dat wij nu zelf denken, ja, maar de toepassing van wat er nu allemaal gebouwd wordt, dat is onschuldig. Of dat kunnen wij controleren. En vergis je niet, er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren. Denk aan een 9-11 of denk aan een hele grote aanslag of een beweging of een oorlog of wat ook. Waardoor plotseling dat soort onschuldige maatregelen heel erg krachtig kunnen zijn. En ook heel erg mensen onheus kunnen bejegenen. Ja, of dat ineens een bepaald soort gedrag van iemand niet meer... niet meer acceptabel is. Acceptabel is het beste, ja. Goed. Maar zeker, heel fijn dat je daar ook bij stil wil staan. Ja hoor. Het is echt... Het zijn mensen die echt dood zijn gegaan om de vrijheden die wij hebben verworven, om dat te verdedigen. En dat is, dat is erg belangrijk. Ik heb trouwens, om maar totaal iets anders eventjes aan te snijden. Ik heb in mijn vakantie ben ik naar het Content Café geweest. Oké. Okay. En dat klinkt als een gezellig buurthuis met veel bier. Ja. Klopt ook een klein beetje, maar het is een soort van bewegend kermis of circus. Waarin content nerds zoals ik, maar ook een heleboel copywriters en producenten, et cetera, bij elkaar komen op een willekeurige locatie. Dit keer was het in Hilversum.
hebben wij gesproken, of we hebben een aantal mensen van de omroepen hebben daar gesproken en hebben gesproken over ja, alle uitdagingen die zij... Oké, okay, dag kinderen. Ja. Wat voor uitdagingen zij hebben en op wat voor enorme goudmijn die mensen, zeg maar, onze publieke omroep eigenlijk zit. Ja. Want die hebben televisie sinds, hoe werd het, midden deze eeuw, tot aan nu. Ja. En dat is allemaal waardevolle content. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk misschien op Uitzending Gemist, kijk ik iets terug. Maar dan houdt het wel een beetje op. Maar het is niet dat ik de film van Oma Willem, hele serie nog eens terug wil zien of wat ook. Nee. Maar dat is ook niet echt een behoefte die getriggerd wordt. Dus, wat zij dus willen doen, ze willen al die historie die er is, willen ze ook beschikbaar stellen. Omdat het ook nog steeds relevant kan zijn. Dat is echt heel goed. Wat een mooi idee. Alleen daar worstelen ze met een belangrijk probleem. En dat is metadata. Of twee belangrijke problemen. Eén is rechten. Nou, daar hebben we het al. Hè, de eigenaarschap. Ja. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Maar de andere is vooral metadata. Namelijk, want je hebt films en radio's en zo. Dat is niet een plaatje waar je kan zeggen, nou, dat is een plaatje met Truus erop en et cetera. Nee, het is een enorme lange serie van plaatjes waarin enorm veel gebeurtenissen in zitten. Dus als je kijkt naar film van Oma Willem, stel dat je nou die ene aflevering wil zien waarin Pieke Dassen wordt gekust op zijn voorhoofd door Oma Willem. Ja. Ja, dat wil je eigenlijk kunnen zoeken. Je wil kunnen zoeken op Pieke Dassen, zoen, voorhoofd, Oma Willem. Ja. En dan wil je iets kunnen vinden. Maar dat is dus niet vastgelegd. Nee. Dus dat moet nu gebeuren. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar dat geldt, dat is een probleem wat dus geldt voor een heleboel televisie of streaming media. Maar ook voor een heleboel tekst die nog niet is omsleutelen. En dat is... Zij proberen dat dus op te lossen door dat... excuseer deze term, door gamification daartoe te passen. Okay. Dus door dingen, door het leuk te maken om dingen te beschrijven. Dus dan hoeven ze geen mensen daarvoor te betalen. Dus dat andere mensen dat gaan doen? Ja. Dus crowdsourcen en gamification. Ja, dus burgers. Hip. Ja, het kan werken, ja. Ja. En het rare is dat mensen doen dat dus ook graag. Dus mensen doen daar graag aan mee. Ja, wij hebben dat nog niet gemerkt, hè, dat de wasstraat wordt... Nee, maar je hebt daar ook wel echt een hele grote kritieke massa voor nodig. En die hebben wij niet. Nee. Maar als er iemand iets wil, het is gratis. Ja, je kan er alles mee doen wat je wil, behalve geld verdienen. Mag dat niet? Nee? Jawel, als wij maar een bescheiden bijdrage krijgen. Ja. Bescheiden bedoelen we meer het overgrote deel. Nee, is dat waar. Dat wordt een non-commercial license, hè? Okay. Ja, we hebben even kijken, Creative Commons, Share Alike. Dus dat betekent dat die licentie ook door... Dus dat je hetgeen wat je ervan maakt, dat heeft dezelfde licentie. We hebben dus echt de meest restrictieve Creative Commons, hebben we. Ja, maar die kunnen we wel verder openzetten, hoor. Dat maakt mij niet uit. Zeg maar, ik begin te neigen naar een public domain licentie. Oh, echt helemaal opengooien? Ja, hoor. Nice. Want het is ook wel, waar ik ook achter kom, is dat, wat zag ik laatst, dat was een heel interessante infographic. En dat ging over boeken die uitgegeven worden. Ja. En het blijkt dat boeken van voor 1930 worden heel veel uitgegeven. Dus oude klassiekers worden heel veel uitgegeven. Ja. En van 1930 tot nu wordt er bijna niks uitgegeven, alleen maar debuten en bestsellers. Oké, omdat die rechten er zijn. En dus het idee is dat de rechten jou beschermen en dat je door rechten geld kunt verdienen. Maar het probleem is dat de rechten jou eigenlijk obscuur maken. Ja. Dat niemand jouw dingen ooit te zien krijgt, omdat niemand er wat mee mag. Ja, en dat is best een interessant gegeven. Maar dus, en dan moet ik ook eerlijk zijn, want ik ben dus ook zo'n producent. Die zegt van, ja, ik zou dolgraag jouw foto willen gebruiken, maar in alle eerlijkheid, ik wil helemaal niet al die romslomp eromheen. Ik wil alleen maar bezig zijn met creatieve dingen. En als ik dan
allerlei rechten moet gaan afkopen voor, om iets te kunnen publiceren. Als je dan denkt over andermans materiaal gebruiken. Ja, dan moet ik dus ook jou in de credit zetten. En moet, hoe moet dat dan, precies, et cetera? Dus je ziet dat als ik, als ik foto's zoek voor presentaties, dan doe ik dat altijd in de Creative Commons afdeling van Flickr. Daar kan je specifiek aanvinken van ik wil alleen daar zoeken naar foto's. Want anders zit je gewoon in gedoe. Ja, precies, ja. En ik had bijvoorbeeld, er is één briljante foto die Luke Roblewski heeft gemaakt van een vrouw die tussen allemaal devices ligt. Dat is gewoon de foto om te laten zien van we houden van al die nieuwe apparaten die we hebben, al die nieuwe gadgets. Briljante foto, Die is niet Creative Commons, dus daar heb ik hem expliciet moeten vragen. Via Twitter dan, ik kreeg ook direct antwoord van mag ik die foto gebruiken in een presentatie? Anders mag het eigenlijk niet. Nee, of kan je er gelul mee krijgen? Ja. Dus dat, en stelde hij daar nog voorwaarden omheen? Nou, hij zei alleen geef me credits. Okay. Dus een link naar de originele foto. Ja. Ja, want ik dacht ook nog, als we dat voor de wasstraat moeten doen, moeten we het op zijn minst watermarken. Maar toen bedacht ik me, wij zijn constant in beeld. Onze stemmen zijn bezig. Dus we watermarken het waar we bij zitten. Ja, en als ik het watermark, dan wil niemand het gebruiken. Die wil nou weer een watermark van iemand anders in zo'n precies, product. Ja. Dus ik begin steeds meer, voor bijna alles wat ik doe, helemaal public domein. Public domein. En dat komt natuurlijk ook een groot deel van wat ik doe, zitten in het proberen op te leiden van mensen. Ik probeer kennis over te dragen. Precies. Nou, als je kennisoverdracht niet in public domein doet, wat is het dan? Ja. Want ik doe dat niet omdat ik er heel erg rijk van wil worden. Ik doe het omdat ik vind hoop dat andere mensen er wat toffe dingen mee gaan doen. Ja. Ja, dat is... En bovendien is het ook zo van je visitekaartje. Het enige nadeel van public domein, of van sowieso een open licentie, is dat je op een gegeven moment ook materiaal waar je zelf eigenlijk niet meer zo achter staat. Ja. Dat zeg maar, dat je daar meer mee geconfronteerd wordt. Ja. Maar ik heb daar overigens wel vrede mee, hoor. Materiaal waar je niet meer achter staat, kan je natuurlijk wel offline halen. Maar andere mensen kunnen er al wat mee gedaan hebben. Maar precies, dat geldt ook voor alle CC-content natuurlijk. Hè? Ja. Nou, voor alle content. Alle content die je ooit hebt. Ik bedoel, mensen kunnen het ook gewoon zonder toestemming doen. Natuurlijk. Sterker nog, dat doen ze ook wel. Terwijl jij straks even afrekent. Ja, jij moet even. Ga ik even de camera eraf halen. Want we zijn weer zo stom geweest om hem buiten op te hangen. Even kijken hoor, hoe we dat gaan doen. Ik ga hem heel vast eruit. Zo. Hoe doen we dat? Op deze manier? Oh jongens. Deze moet er ook nog een in. Oh ja, daarom deden we dat niet. Ja. Okay, hoe gaat die liggen? Ja, dankjewel. Even de kabel. Kijk, hier gaat hij. Even kijken. Hop. Daar ben ik weer. Zo. Oké. Oh, daar. Die meneer die zet ook even zijn antenne plat. Ja, zo'n antenne eraf. Ja, die van ons is er denk ik afgewassen een vorige keer. Oh, echt waar? Ja. Oh. Goedendag. Mag ik het Polish pakket alsjeblieft? Het Polish pakket, dat mag. Dat is 13,50. En die wou ik pinnen alsjeblieft. Dank al. Mag ik onderop doen? Ja. Zo. Even hier. Helemaal akkoord. Bonnetje, leg even hier neer. Oké, dankjewel. Dank je. Doei. Ging
Geen bekende gezichten deze keer? Nee. Geen angstige blikken? Nee, inderdaad, nog niet. Deze mensen weten niet beter. Oké. Hier is ze vrij. Het blijft grappig. Ja, precies, ja. Feedback time. Ja, inderdaad. Ja, dat is een tijd geleden. Ja, het is best lang geleden. Ik heb positieve feedback gekregen van Steven Hay en zijn vrouw. Dat was erg leuk. Ik was het weekend in Leeuwarden en die vonden het leuk om naar te kijken. Ah. Dat was leuk om te horen natuurlijk. En dat onverwachte kijkers of dat wist je al dat ze keken? Nee, dat wist ik niet. Want daar heb ik ook van, omdat wij natuurlijk ook ons eigen promotieteampje hebben. Ja. Ik geloof dat, dat een paar mensen van Mirabeau daar ook van zijn. En dan, dus pas geleden sprak ik iemand en zei zo'n, oh ja, nee, ik heb je gezien in de Wasstraat, geloof ik. Ik zei zo'n, hé, hoe kan dat? Ik heb helemaal geen auto. Oh, de vakantie, sorry. Ja. Oh, wat grappig. Dus die, hadden, die hebben ons ook gezien. Dus leuk. Hallo, nieuwe mensen. Ja. Dus, maar dat is wel heel erg tof. Ik merk ook inderdaad, precies wat jij net zei, van hoe langer je ermee bezig bent, hoe, hoe meer het ook een soort van ding wordt waar mensen gewend aan raken en ook weten van, oh, dat bestaat. Ja, of ze hebben het in ieder geval een keertje gezien eens een keer, ja. De kieken zal het ook wel missen, of niet? Ja, die vindt het wel weer tof, ja. Kijk die oude afleveringen. Nee, die vond het wel. Dan gaan we door de bas slaan. Oké. Okay. Nee, dat ga ik je vanavond vertellen dat ik weer door de bas ben gegaan en dan wordt het wel weer. Dan gaat ze weer stijgen. Gaat ze een beetje zo'n beetje gruwelen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, en had jij nog iets gehoord over geen samenvatting? De vorige hebben natuurlijk het experiment gedaan. Geen samenvatting, maar fragmenten. Ik hoorde wel van iemand die dat... dat is iemand die dat theoretisch een goed idee vond. Ja. Omdat hij zelf weinig tijd heeft om er echt naar om echt te kijken. Uh-huh. Maar ik weet eigenlijk niet of hij er gebruik van gemaakt heeft. Ah, okay. Nou, wat ik allemaal als experiment had ik hem weggelaten, de samenvatting. Dus dat je alleen maar precies kon kiezen wat je interesseert. Ja. Maar ik heb de neiging om ook de samenvattingen toch maar bij te zetten. Ja. Maar dat is toch dat is een beetje onze teaser. Nou ja, ja, oké. Okay. Maar ik vond het, nou, de korte stukjes vond ik ook echt wel handig. Ja, precies. Ja, ja, nee, ze blijven allemaal. Oké. Okay. Maar die misschien moet ik ook wat collega's erbij betrekken om het werk te doen. Dat ja, nou ja, dat zou best wel tof zijn, ja, waarom niet? Dat zou ook maar onze site designen dan. Oh ja, inderdaad. Ja. Want het is een heel goed basic design. Nou, dat kan echt wel, daar kan echt wel heel wat aan verbeteren. Ja, precies. Ja. De usability meneer er even naar kijken. Ja. Ik geloof dat we. Oh, nu hebben we de linker dus. Met ja, we hebben nu de andere. Met een enorme jetstream. Zou de motorkap weer induiken? Ja, hoor. Ja, goed. En de ster die hangt er ook treurig bij. Oh, waar je door het raam heen. Ja. Ja, dat gaat er hard aan toe.
de camera er weer op. Ja, even een plekje zoeken. Dat valt wel mee. Geen hele grote auto's vandaag. Nee, en niet zo heel erg druk ook. Nee. Ik zet hem even buiten neer hoor. Ja. Trouwens, we moeten wel iets doen aan dit weer hoor, maar dit is nog een beetje troosteloos. Ze. Ja, men. Ja, het systeem. Ja, precies, ja. En even resetten, kom op. Alright. Alright. Dan gaan we weer een dansje doen. Ontkoppelen. Jo. Daar ligt hij. Ongeveer. Even testen of we nog bestaan qua audio. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja. Ja. Fantastisch. Alright. Oh, even niet botsen hoor. Nee. Zo. Ja, nu mag het weer. Ja, nu mag het weer. Oh, nee, toch niet. Wow. Ja. Ja? Dus. Ik las, we hebben het een tijdje geleden hebben het gehad over dat telefoonaanbieders, mobiele telefoonaanbieders, dat die zo verschrikkelijk slecht zijn. Ja. En dat die niet bezig zijn met ons de diensten te leveren die we willen hebben, mm-hmm. maar alleen maar bezig zijn met gigantische winstmarges behalen. Ja. En zo min mogelijk daarvoor doen. Precies, ja. Dus in plaats van kijken van wat willen mensen, we maken het zo duur mogelijk om. Dat is wat ze. Dus we maken het nu zo duur mogelijk om die dingen die mensen nu eenmaal willen, om die dan te kunnen gebruiken. Ja. En nu zag ik vandaag ineens een tweet dat Robert Gaal een nieuw bedrijf is begonnen. Wat een. Ik weet niet precies hoe hij het gaat doen, maar het wordt een concurrent van mobiele telefoonaanbieders. Oh. En dat is echt heel erg veelbelovend. Ik kijk hier heel erg naar uit. Het is fantastisch nieuws. Oké, en hoe is dat anders? Want Robert Gaal, dat is iemand waar je kwaliteit van mag verwachten? Of? Het is wel een slimme kerel. Tenminste, hij ziet kansen. Hij heeft ooit eens al een start-up gehad. En volgens mij, hij snapt hoe het in elkaar zit. En hij wil ook. Wat hij echt in die mission statement van ze schrijft, is dat ze gewoon. Ze willen goede diensten bieden. Ze willen gewoon doen wat mensen willen. Ja, precies. Dat willen ze aanbieden. Bijvoorbeeld nul belminuten, maar wel ongelimiteerd internet. Nou ja, of gewoon. Dat is het eigenlijk. Ah, okay. Wat hij ook. Wat inderdaad ook zo is. Ik zat laatst met Katrien, die wilde een nieuwe telefoon. Ja. De oude iPhone was echt verouderd en die wilde nu een nieuwe iPhone. Mm-hmm. En toen gingen we eens kijken van hoe dat dan zat. En dat was dan gewoon bij T-Mobile, waar ze al zat, wilden we abonnement eigenlijk verlengen. Of wilde zij dan? Zij wilde het abonnement verlengen. Ja. Dat was moeilijk van hoe dat dan moet. En dan had ze op een gegeven moment, als je een nieuw abonnement aanvroeg met 200 belminuten, dan moest je €140 betalen voor de telefoon of zo. Ja, ja. Als je haar contract verlengde met 200 belminuten, dan was het duurder dan als je een nieuw contract nam. Ja. Echt volkomen willekeurige. Of niet eens zozeer willekeurig, duidelijk allemaal
rare dingetjes die net afwijken, ja, die er alleen maar op gericht zijn, dat je zoveel mogelijk geld bij hun achterlaat en dat je zo min mogelijk diensten van ze afneemt. Ja. Voor zoveel mogelijk geld. Echt, gewoon... Hey, dat is bij allemaal, hè? Dus ja. Dit is... Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar de vorige... Een van de vorige keren had ik er ook over, want ik wilde dat ook. Ja. Uiteindelijk heb ik een Simone abonnement genomen. Ja. Want het is inderdaad op een gegeven moment, en dat is een jaar of zo geleden, hebben alle, dus helemaal niet afgesproken met, oh sorry, helemaal niet afgesproken met elkaar, hebben ze met z'n allen de voorwaarden veranderd. En dat betekent, internet is niet meer zonder limiet. En, het mooie eraan is dat ze het nog wel, ze noemen het wel nog ongelimiteerd. Noemen ze het ongelimiteerd internet. En dan kijk je wat het betekent. En dan betekent het dat het niet ongelimiteerd is. Nee, precies. Of ongelimiteerd als je bijvoorbeeld... Wow, marketeers. Hoe kunnen die met zichzelf leven? Het is absurd. Overigens, als wij het mis hebben, want het kan heel goed, hè. Het kan heel goed zijn dat er ergens dat we het verkeerd hebben begrepen of zo. Laat het ons alsjeblieft weten. Oh ja, laat het ons weten. Want wij zijn ook maar mensen. Maar wat wij zien is, of wat ik in elk geval zag, is van ja, dus als ik ongelimiteerd internet wil hebben, dat betekent dat ik een abonnement met 9 miljard belminuten moet afnemen. Ja. En dat is een beetje die triple play-achtige houding, weet je wel. Dus als je, oh je wilt bellen, oh, weet je wat, dat is veel goedkoper als je ook televisie en internet afneemt. Ja. Dude, zeg nee, ik wil bellen. Ja. En zo goedkoop mogelijk AUB. Echt. Maar goed. Dat krijg je als bedrijven niet bezig zijn met diensten verlenen, maar als ze bezig zijn met geld verdienen. Ja, precies. En dus en eigenlijk wat ze doen is ze koppelen zo'n beetje de werkwijze van Google, hè, die openlijk eigenlijk zegt van jij bent het product en we verdienen ons geld met advertenties. Precies. Dat koppelen ze aan een betaalmethode. Dus dit is twee keer kut voor de consument. Ja. Dus ze doen van alles met jouw gegevens. En je mag er nog voor betalen. En je moet er ook nog heel veel voor betalen. Klote bedrijven. Maar ja, dat is echt, dat is, zijn... Ja, ja, let op hoor, je kan de droefviolen kan je al uit het vet halen. Want binnenkort wordt een heel zielig liedje gespeeld over de communicatiesector. Omdat alles veel minder wordt en dat ze minder verdienen. Blablabla. En dat het allemaal maar moeilijk en et cetera is. Ik sprak ook weer iemand over de boeken in Nederland. En dat... En wat die zei was... Nee, de boeken in Nederland worden alleen maar op papier uitgebracht. Ja. Omdat de uitgevers bang zijn dat er hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Je bedoelt dat ze enorm dat ze succesvol worden? Meer en dat verdienen iedereen... dan ooit. Dat willen de boekuitgevers niet. Yes. Wauw. Nee, dat moet getemperd worden, dat moet gecoördineerd worden. Nederlandse e-books, als je ze al kan krijgen, kan je alleen maar met DRM krijgen. Oh jongens. En dat is wel mooi. In Amerika begint nu een kentering daarin te komen, waarin uitgevers inzien dat ze DRM-vrije boeken moeten gaan geven als ze onafhankelijk willen blijven van Amazon en Apple. Ja. Want op dit moment heeft Amazon zich in zo'n positie weten te manoeuvreren dat ze monopolist zijn. Dus je kan alleen maar bij Amazon boeken kopen, zo ongeveer. Ja. En, ik weet even niet meer hoe dat heet, dat is ook mono nog iets, dat zij de enige afnemer zijn. Ja. Dus en dat zij dus heel veel invloed hebben over hoeveel geld ze hebben, een precies. Schrijver krijgt. Dus ze zijn nu, wat ze nu aan het doen zijn, is ze zijn door extreem lage prijzen zijn ze elke concurrent aan het weg concurreren. Dus die kan gewoon niet meer er tegenop. Tja. Zodra ze dat voor elkaar hebben, zodra er geen concurrenten meer zijn die boeken verkopen, zijn ze de enige die boeken afnemen en dan kunnen ze gaan eisen gaan stellen bij de uitgevers. Ja. En dat komt doordat zij een goed DRM-systeem aanboden. Iets waar de uitgevers eisten. Ze hebben het zichzelf in de voet geschoten, serieus. Ja. En ik denk ook want ik denk dat ze ook merken dat met de komst van wat andere devices, dat ze dan dat er mensen eigenlijk ook op al hun platformen willen ze al hun media kunnen bekijken. Ja.
En dat kan met Amazon niet. Nou ja, wat Amazon wel doet, is dat ze... Kindle-app zetten ze op zo ongeveer voor elk platform brengen ze die uit. Wat trouwens een briljante app is hoor. Maar ja, dat is tenminste maar op een heleboel gebieden in Amazon. Amazon is aan de ene kant is het briljant en het is prettig voor mensen. Ik bedoel, het werkt super. Ja. Ik had laatst ik heb één boek gekocht ooit via Amazon. En dat las ik op mijn iPad. En toen zat ik daarna in het vliegtuig. En toen ging ik verder lezen op mijn mobiel. Ja. En dat was gewoon gesynchroniseerd. Maar je kan het niet delen. Je kan niet zeggen, briljante quote van obscure meneer. Volgens mij kan dat wel. Ja, met de quote zelf erbij? En een link? Of niet? Nee? Nee, niet dat ik weet in elk geval. Ik wil dat heel vaak doen. Zo van, ben je iets aan het lezen? En, nou goed, ik heb een Kindle, dus ik lees dan ook zo... Oh, dit is briljant, dus dat highlight je dan. Maar ik heb nog geen mechanisme gevonden om ook echt de content en die briljante quote, om die te tweeten. Hier dus ingaan. Oh ja, dan terecht. Ja, dat kan trouwens wel met Readmill. Readmill, daar ben ik een grote fan van. Daar lees ik al mijn boeken in. Ja. Daar kan je inderdaad stukjes tekst highlighten. Daar kan je reacties bij zetten. Ik vind dat echt nuttig. Je kan mensen volgen via Readmill. Dus mensen die ook Readmill gebruiken, die kan je volgen als zij... bijvoorbeeld, mag ik hier wel in? Nee. Als ze interessante boeken een ommetje maken. Lezen. Hier kan je wel langs inderdaad. Hier? Ja. Ja, grappig. En dus daar kan je... En dus als ik dan een boek aan het lezen ben, dan kan ik de reacties die andere mensen bij dat boek hebben geschreven, kan ik lezen. Ja. Dat vind ik echt best wel een... Ja, dat is fijn ook voor toevoeging. Ja, dat is ook fijn voor leesgroepen en zo. Ik weet dat had ik vroeger wel. Dan leende ik een papieren boek van wat mijn vader ooit gelezen had. Mijn vader, dat was echt zo'n... Iemand die schreef in de kantlijn, schreef hij opmerkingen. Ja. En dat vond ik altijd leerzaam. In ieder geval bij sommige boeken. Dan zet hij echt wel slimme dingen zet hij erin. Ja, ja. En wat ik echt zonde vind, hij heeft dat waarschijnlijk bij honderden boeken gedaan. En wat er nu gebeurt bij Readmill, is dat al mijn reacties, die worden ook weer bewaard. Oh, dus die zitten in een database. Ja, precies. Ja. Je kan ze publiceren op een Tumblr-blog of via Twitter. Och. En wat daar dan ook weer grappig is, doordat je het kan publiceren, kan je het ook weer automatiseren, kan je het... opslaan in een eigen database. En nou heb ik dus een database met quotes uit boeken en mijn mening daarbij. Oké, ja, dat is wel... Ik vind dat nuttig. Ja, dat is zeker nuttig. Dat is heel erg nuttig. Stel dat je nou inderdaad in educatie zit. Dan kan je kan dat gewoon voor je studenten kan je dat klaarleggen. Oh. Ja, en ik had het nuttig gevonden als die... Of het zou voor heel veel mensen nuttig zijn geweest als mijn vader, als al die... Ja. Scribbeltjes van mijn vader, als die. Ik had hier helemaal niet mogen rijden, volgens mij. Hè? Oh nee. Hm. Nou ja. Nou ja, het ziet er wel goed uit. Ja. Stukje Sarfati, of sorry, Sint-Petersstraat. Ja. Als al die dingetjes van mijn vader, als die verzameld waren, dat gaat nu natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Maar dat zou echt wel een waardevolle bron van kennis zijn geweest. Dat wel leuk. Ja, al was het maar als een soort van archief. Ja. Of iets doorzoekbaars. Ja, precies. Ja. Eigenlijk alles. Wat was dat ene tip ook alweer waar hij het over had? En dat is ook iets wat ik me begin te realiseren. Van, ik had toen ik mijn eerste digitale camera kocht, toen ging ik meteen op zoek naar een goede fotoprinter. Omdat voor mij bestond een foto alleen maar als die van papier was. Ja, ik precies. Ik kon vasthouden. Ja. En tegenwoordig is ineens, vind ik een foto pas echt... Als hij op je blog staat. Ja. Als hij online staat. Als ik hem kan delen. Als ik er iets over kan vertellen. En als mensen ernaar kunnen kijken. Ja. En dat vertelde ik gisteren aan iemand in een restaurant. Aan een collega. En die zei... Ja, maar een papieren foto kan je me nu toch laten zien? Ik zei, ja, maar ik heb hem toch niet bij me? Ja, precies, ja. Maar ik kon wel gisteren een foto laten zien van het pak wat ik aan had toen ik trouwde. Oh ja, ja, precies. Ja. Dat komt wel. Dus online begint
echter te worden dan offline. En zit hem dat dan echt in, alleen maar in de beschikbaarheid daarvan? Of? Nee, ik denk of, ook of is dat gewoon, het is het nieuwe tactiel, zeg maar. Het is een nieuwe... Het bestaat gewoon, meer. Ja. Het bestaat meer. Ja, precies. Het ja. is een papieren ding bestaat één keer. Ja. En een digitaal ding bestaat zoveel keer als je wil. En overal. Ja, dus het is echter daardoor. Ja. Veel keer echt. Ja, ik vind het... Ik kan me daar wel in vinden, maar die... Ik merk nog wel steeds dat, en het is een beetje de bibliothecaris in me, is dat het nog te weinig... Weet je kan niet meer... De herinneringen die ik dan heb, ik ben nogal nostalgisch aangelegd. Weet je, dat was dat ene ding en dan wil je het eigenlijk nu kunnen opzoeken en nu kunnen laten zien, het nu kunnen delen met mensen. En vooral dat delen, daar moeten we nog echt iets aan doen. En ja, zeker dat delen kan toch juist heel goed online? Ja, maar dat impliceert ook dat de jeugdherinneringen van radio, televisie, weet ik veel wat, dat ook direct beschikbaar is. En je merkt dat het grote eigenaarschap van publieke omroepen of van vroeger dieetteam, weet je wel. Ja. Dat zou je eigenlijk direct moeten kunnen laten zien. Dat is nu nog heel erg illegaal. Want iedereen zet het op YouTube. En laatst een vriend van mij die vroeg, kan ik alle seizoenen van Dexter van je lenen? Die hadden we hadden een paar van op DVD. Ja. Tuurlijk. Maar ik had hem veel liever gewoon een linkje gestuurd. Van hier alsjeblieft. Ja, precies ja. Want ik ben toen ook, dat was een beetje suf. We gingen uit eten en... extreem veel gesopen die avond. En toen heb ik die dvd's laten liggen. Ergens. Dus ben ik kwijtgeraakt. Dus die heb ik niet meer. Ja. Maar als ik hem een linkje had gestuurd... Dan had hij het gewoon kunnen ophalen. Dan hadden we het gewoon. Ja. Allebei en jij, nog. En jij ook. Ook ja. nog, ja. Ja, ja nou, ik ben wel... Ik begin steeds minder waarde te hechten aan fysieke dingen. Daardoor. Nee, ja precies, ja. En veel meer waarde te hebben. Ik wil nu een nieuwe camera, maar ik wil eigenlijk helemaal geen nieuwe camera. Ik wil dat mijn iPhone de foto's kan maken die ik wil maken. Maar dat kan die niet. Nee. Dus dan moet ik een nieuw hardware ding gaan maken. Maar eigenlijk wil ik als enige hardware ding, en eigenlijk misschien zelfs ook wel, zou ik dat als vervanging van mijn portemonnee ook wel willen hebben, gewoon mijn telefoon. Dat is helemaal dat het enige is wat ik nog op zak heb. Ja. Ja, voor geld zou ik het niet willen. Ik merk dat geld veel minder lekker stroomt als ik ze in een pakketje in mijn broekzak heb. In plaats van dan pinnen of creditcards of wat dan ook. Maar goed, dat is dan ook een eindige resource. Hè? Maar met de camera kan je gewoon oneindig foto's maken en dat is prima. Dat is heel prettig en je wilt dat het ook oneindig is. En, ja. direct op alle plekken tegelijkertijd is. Maar dat kan met geld niet. En ik merk met eindige resources dat het daar dan wel... Dat is trouwens natuurlijk ook totaal achterhaald dat geld eindig is. Maar misschien moeten we dat met onze werkgever opnemen. Doe er wat aan. Ja. Nog wel eens last van het eind van de maand. Ja, precies. Ja, dat maandelijkse gebeuren, dat is helemaal achterhaald. Streaming money, dat is de nieuwe. Dat is de echte. Maar dus, ja, je merkt dat daar dan... En dat is, daarom is het ook absurd dat die... wat de telecompartijen nu ook doen is... Ze maken het beschikbaar zijn van alles... Maken ze ook beperkt. Maken ze op dit moment dus ook echt een schaars goed. Ja. Waardoor mensen zuinig gaan internetten. Raar. Nou ja, als je kijkt hoeveel internet ik nu als ik niet thuis ben. Het is wel eens in de trein. En dan zit ik ook geen gigantische websites te bezoeken. Want websites zijn tegenwoordig minimaal 1 MB. Ja. Dat is ook wel bizar, is dat. Ja. Idioot groot. Geen enkele reden om websites van 1 MB te maken. Maar goed, het gebeurt. En die zijn gewoon kloten om te bezoeken met de 3G-verbinding die is aangesmeerd door de oplichters.
Ja, is, Robert Gaal. We lachen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ja, inderdaad. No pressure, maar we verwachten de wereld. Over anderhalf jaar loopt mijn abonnement af, dan wil ik graag over kunnen stappen. Oh ja, voor mij is dat nu. Oké. Okay. Nou, ik ben nu, omdat ik dus, want ik heb dus nu een sim-only, ik ben gewoon, ik heb ook geen nieuwe telefoon gekocht. Nee. Want ja, weliswaar betaal je in je abonnement dan mee met zo'n, ja. Maar ja. Nou, ik zou zelfs wel, over 2 jaar zou me niks verbazen als ik dan gewoon geen telefoonnummer meer heb. Ik vind telefoonnummers, het zijn achterhaalde dingen. Die zijn heel onhandig. Ja. Oh, dat wilde ik inderdaad vertellen. Want het is ook een achterhaald medium, hè? Wist je hoe slecht je klinkt over een telefoon? En hoe goed je kan klinken met dat microfoontje in je iPhone? Oh. Maar het is ook dat je een nummer gaat intoetsen. Nou ja, goed, dat heeft hij dan voor je onthouden, maar dat het een nummer is, dat het niet gewoon aan een persoon zit gebonden. Ja, e-mailadres. Of aan een object, zoals een fysieke telefoon. Nee, het zit aan een of ander nummer. Ja. What the fuck? Wat je uit je hoofd moet leren. Wat ik ook, weet je, ik zeg het altijd op een bepaalde manier. 06. Ja, precies. En als mensen dan gaan herhalen, dan zeggen ze het op een andere manier en dan weet ik niet of het goed is. Ja, precies. Ja, want het liedje is anders. Ja. En het is heel onhandig. Terwijl dingen als... je hebt bijvoorbeeld dingen als Skype natuurlijk, wat iedereen wel kent. Het is gewoon aan een account verbonden en aan een naam verbonden. En je kan zien of iemand de telefoon gaat opnemen. Ja, precies. Wauw. Dat is prachtig. En het was een goede dienst. Ze zijn nu wel die interface totaal aan het vernachelen. Ja, knap, hè? Godzidoria, wat krijgt Microsoft er toch voor elkaar? Ja. Alles moet erin. Ongelooflijk. Ah, jongens. En ik zit dus in het wereldje van podcasters. En mensen die via Skype op afstand met elkaar praten en dat opnemen. Interviews afnemen, et cetera. En dat werkt heel vaak niet meer. Oh. Dus heel vaak vallen ze eruit. Of communiceert het niet meer lekker met camera's of met HD-camera's. Dat kunnen ze aan, maar dan crushen ze gelijk het geluid. Hey, het product is echt heel erg achteruit gegaan. Ja. Daar is nog heel veel mogelijk over. Voornamelijk dat. Ik begrijp ook niet dat dat stagneert. Ja, dat is ook wel typisch, omdat Apple is toch met een concurrerend product gekomen. Google heeft iets met online video, met dat soort videocommunicatie. Ja. Ja. In zo'n Google Plus zitten. Je zou toch denken dat daar... Ja, dat gaat allemaal met Java's en met flesjes en dat soort dingen. En dat is lang niet zo betrouwbaar als dat, als je dat zou willen. Het Skype-principe, dus dat peer-to-peer aspect. Dat is echt, dat is een kracht. Ja, ja, ja. En, maar ja, hoe wordt het? Hier is het ze zijn het, ze zijn een beetje aan het vernachelen. Ja. Jammer. Ja. Nou, goed. We zijn er weer. Yes. Fijn dat jullie er weer waren. Tot de volgende keer. Doei. Doei.